Vandaag spreken we met de burgemeester Boyce Scholten. En dat doen we, niet zomaar, maar omdat de eerste 100 dagen van de burgemeester erop zitten. En we zijn natuurlijk heel erg benieuwd hoe dat hem bevallen is. Welkom burgemeester. Dankjewel. We zitten hier op een hele mooie plek. In de blauw-groene gemeente. Ja, zeker. U ziet dat ik me daar speciaal op heb gekleed. Absoluut. En waarom zitten we hier? Kunt u mij dat vertellen? Nou, om twee redenen eigenlijk. We zitten in het dorp Drimmelen en we kijken uit hier over de Biesbos. En de Biesbos is toch wel het unieke punt voor onze gemeente waar het blauw-groene echt letterlijk samenkomt. Iets waar ik ontzettend trots op ben en denk ik heel veel inwoners van Drimmelen ontzettend trots op zijn. Ook een van de herkenningspunten van onze gemeente. En we zitten natuurlijk in het dorp Drimmelen en dat wordt mijn toekomstige woonplaats. Dus ja. Ja, dat vond ik wel extra leuk om hier dan af te spreken. Ja, gefeliciteerd met de nieuwe aankoop. Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel. En achter u staat ook een bekende uit Drimmelen en uit de Biesbos. De bever. De bever, ja. Ja, ja. En is... ja, inmiddels niet meer alleen, hè, want we hebben ook de otter weer. Ja, zo is het. Zo is het. Ja. Nou, u bent geïnstalleerd op 21 december. Dat is eigenlijk het startpunt van de 100 dagen. Ja. En als opvolger van de heer De Kok. Klopt. En u bent niet alleen geïnstalleerd als burgemeester, maar ook nog als de jongste burgemeester van Nederland. Ja. En ik was eigenlijk benieuwd hoe u naar die dag heeft toegeleefd. Ja, kijk, als ik hem nog een stapje terugpak, hè, de procedure om burgemeester te worden is natuurlijk een heel bijzondere procedure die met heel veel geheimhouding en vertrouwelijkheid is omgeven. Dat doet wel wat met je, want je hebt eigenlijk een geheim draag je met je mee waar niemand iets van af weet dat jij iets aan het doen bent. Dus dat maakt het allemaal wel een beetje mysterieus. Ik heb in een eerder interview rondom mijn benoeming ook wel eens gezegd dat wij dan op een geheime missie hier naar de gemeente gingen. Ja. Dat ik samen met mijn man hier toch een beetje rond ging kijken. Ja. Hebben we ook hier toevallig bij het restaurant waar we nu ook zitten, bij Panorama, hebben wij toen ook bijna op dezezelfde plek gezeten. En toen zijn we eigenlijk toch een beetje verliefd geworden op de omgeving. Dus hoe dichter die bekendmaking nadert, hoe enthousiaster je eigenlijk wordt en hoe meer je gaat hopen dat je dan uiteindelijk ook hier terecht mag komen. Ja. Ja goed, en dan krijg je dus die avond dat de voordracht bekend wordt gemaakt. Ja, dat is zenuwslopend natuurlijk, want je weet precies hoe laat de gemeenteraad gaat vergaderen. Je weet dat er binnen een half uur tijdspanne een telefoontje kan komen met... U wordt voorgedragen of helaas u wordt niet voorgedragen. Ja. Dat is gewoon ontzettend spannend. En toen kwam dat telefoontje? En toen kwam het telefoontje en toen? Inderdaad. Nou ja, we hadden heel weinig tijd, er werd gevraagd vooraf al, de kandidaat die het uiteindelijk wordt, of die naar het gemeentehuis hier in Maarden zou willen komen. Nou ja, wij wonen op dit moment nog niet hier in de gemeente, dus we hadden nog een half uurtje reistijd. Maar tussen het moment van het telefoontje en het moment dat wij hier binnen moesten stappen, ja, daar zat een kleine drie kwartier. Maar vanaf het telefoontje, ja, dan gaat er ook een hele, een achtbaan begint te rollen, om het zo maar te zeggen. Ja, ook mijn ouders, mijn schoonouders, vrienden, niemand wist er iets van. En je wilt niet dat die dat uit de krant moeten vernemen. Nee. Dus je moet tegelijkertijd mensen gaan bellen, berichtjes gaan sturen. Dus mijn man die heeft gereden en we waren een soort rijdend telefooncentrale. Een soort commandocentrum. Precies, hier naartoe. Ja, en dan stap je binnen en dan moet het echt heel erg gaan landen. En dat duurt gewoon echt een paar weken. Want ja, je weet eigenlijk niet wat je overkomt. Maar als je dat telefoontje krijgt, hè, ga je dan heel hard gillen of ga je dan... Nee, ik was helemaal stil. Je was helemaal stil? Ja, okay. Ik kreeg een telefoontje. Ik ben naar een aparte kamer gelopen, want ik had zoiets, ik wil dat... Hè, als ik het niet ben, als ik het niet word, dan ben ik teleurgesteld. Moet dat eerst even een paar seconden op mezelf indalen. En ik kreeg een telefoontje en ik werd dus echt letterlijk stil. Nou, dat gebeurt mij niet vaak, moet ik heel eerlijk zeggen. Mensen hier in de gemeente weten dat misschien inmiddels wel. En ik liep de kamer uit en mijn man zei later tegen mij, dit is de eerste keer in al die tijd dat wij samen zijn, dat ik jouw gezicht niet kon lezen. Het was een soort apathie die er over mij shock, ging. Was gewoon een shock. Een shock, inderdaad. Ja. Ja, en toen ging wel heel snel die knop om, dat ik dacht van, oh wacht even, we moeten heel snel gaan schakelen nu, want we moeten naar Maarden toe en we moeten al die mensen gaan bellen.
Ja, enorm blij en ja, in shock eigenlijk nog steeds. Tot dat je hier echt binnenstapt in het gemeentehuis. En ik denk, ja, jeetje, het gaat echt om mij. Ja, en de installatiereden, daar heeft hij volgens mij gezegd, ik zie het ambt als een missie. Ja. Wat bedoelde u daarmee? Nou, wat ik daar eigenlijk mee bedoelde, ik zie het niet zozeer als een baan. Hè. Het ambt is ook, ja, het burgemeestersambt ben je 24/7. Mm-hmm. Hè, dus ja, in zoverre zie ik het niet als een 9 tot 5 baan, die het ook absoluut niet is. Maar het is bijna een manier van leven, zou ik willen zeggen, een missie, omdat je ook nog inhoudelijk wat wil doen. Hè. Ik heb ook een aantal opdrachten meegekregen vanuit de profielschets, vanuit de gemeenteraad ook. Maar uiteindelijk wil ik het beste voor de gemeente Drimmelen. En dat klinkt heel cliché, maar ja, nu we ruim 100 dagen verder zijn, ervaar ik dat echt iedere dag zo. En kunt u dat wat concreter maken? Want ik wil het beste voor Drimmelen. Ik denk dat iedereen die in Drimmelen woont dat ook heel graag wil. Ja, Hoe ziet dat eruit? Nou, ik heb 3 opdrachten meegekregen. De eerste opdracht is om binnen en buiten weer met elkaar te verbinden. Hè. Dus de gemeente als organisatie, de politiek met de dorpen, met de inwoners. Mm-hmm. Om die verbinding te versterken. Want het is niet zo dat er geen connectie was. Maar ja, hè, dat wilden we met elkaar gewoon eens gaan kijken hoe kunnen we dat op een eigentijdse manier voortzetten. Tweede opdracht die ik heb gekregen was om Drimmelen wat zichtbaarder te maken in de regio en daarbuiten. Want de regio is voor ons ontzettend belangrijk. En de derde opdracht is aan de slag gaan met openbare orde en veiligheid. Een taak die echt bij de burgemeester belegd is. Wat ook iedere dag steeds belangrijker wordt. Ook in Drimmelen. Ja. Welke portefeuille heeft ze nog meer? Nou, de burgemeester heeft vanuit de wet sowieso openbare orde veiligheid. Daaraan gekoppeld zit ook een stukje handhaving. Representatie. De burgemeester is ook het gezicht van de gemeente, zegt men dan. De burgervader. De burgervaderrol, inderdaad. Maar ook personeel en organisatie. Dat valt ook in mijn portefeuille. En communicatie. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de grote lijnen. Intergemeentelijke samenwerking. Dat ligt ook bij de burgemeester belegd. Ja. En wat ik nu ook bij mij in portefeuille heb zitten, is dat ik coördineer. Hoe noemen we dat zo mooi? Coördinerend portefeuillehouder ben op het gebied van doelgroepen. Dus vluchtelingen, Oekraïense vluchtelingen, statushouders. Dus daar heel actueel natuurlijk. Ja, 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 ja. En u heeft ook volgens mij wat waarde genoemd, dat u leidend en dienend wil zijn. Ja, mooi hè? Ja, vind ik heel mooi. Vind ik het ook wel heel stichtelijk. Ja, bijna wel, ja. Ja, en hoe zie ik dan dat u leidend en dienend bent? Nou, ook dat is een beetje voortgekomen uit de profielschets, maar ook heel erg vanuit mijzelf. Kijk, je kunt het burgemeestersambt op heel veel verschillende manieren invullen en gelukkig doet iedere burgemeester dat ook op zijn of haar eigen manier. Ik vind dat een burgemeester, als het op politiek aankomt, eigenlijk dienend is. Ik heb geen politiek mandaat, dat heeft de gemeenteraad, hè, is het hoogste orgaan van de gemeente, de wethouders hebben dat. Ja. Dus in zoverre ben ik dienend. Maar ik ben ook dienend naar de inwoners toe. Want uiteindelijk zit ik en het college en de raad en wij als gemeente zijn er voor onze inwoners, voor onze ondernemers, voor de verenigingen. En niet om onze eigen agenda door te drukken of te bepalen. Nou zag ik, u noemde het net al, 24/7, portefeuilles, veel verantwoordelijkheden. In uw kamer hangt een schilderij volgens mij van, ik weet niet of het nou een kapstok was, maar in ieder geval volgens mij wel met heel veel petten. Ja, klopt. Nou, klopt. En die heeft u natuurlijk ook de hele dag op, kan ik mij zo voorstellen. Hoe ziet een gemiddelde dag eruit voor een burgemeester? En dan heb ik het dus niet over zonder feestdagen, maar Dat is heel divers. Wat overigens wel leuk is om te vertellen, die print waar u naar verwijst, die heb ik gekregen van mijn oud-burgemeester uit de gemeente Haren, waar ik raadslid ben geweest. En zij heeft mij die bij mijn installatie gegeven en tegen mij gezegd, boy, deze print moet je altijd voor ogen houden, want dit is gewoon in één oogopslag wat het burgemeestersambt inhoudt. Ja.
Dus vandaar dat ik hem ook zo prominent in mijn kamer heb hangen, dat hij altijd vanuit mijn ooghoek zichtbaar is. En ik mezelf er ook altijd bewust van kan zijn van, wacht even, ik heb meerdere petten. Ja, ja. Ja, hoe die dag van mij eruit zit, dat is heel wisselend, omdat het ambt gewoon zo ontzettend divers is. Maar wat ik altijd probeer, een soort van balans te zoeken tussen vergaderingen die ik dan in het gemeentehuis heb, maar ook veel op pad gaan. Dus ik ben ook veel in de dorpen en tegelijkertijd zit er ook één of twee keer per week wel een afspraak ergens buiten de gemeente, dus in die regio. Maar het is altijd een beetje een balans. Dus ik, ja, als ik echt zou moeten zeggen, hoe ziet die dag eruit? Het is niet dat ik een vast patroon daarin heb. Maar ik probeer wel al die petten ook gedurende de dag aan bod te laten. Nou, heeft u bestuurskunde gestudeerd in Tilburg, ja. Als ik het goed heb begrepen. Ja, ja. Is dat nou een goede opleiding voor het worden van burgemeester? Nou, als ik hem heel plat maak, dan zeg ik, maakt het niet zoveel uit, want ik heb hem niet afgemaakt, de bestuurskunde. Ah, oké. Okay. Nee, kijk. Er is geen burgemeesterschool. Nee. En ik heb de opleiding bijna afgemaakt, moet ik er wel bij zeggen. dus ik dacht wel een heel goed beeld te hebben van wat een burgemeester zo al doet. Ik ben natuurlijk 8 jaar gemeenteraad geweest, ja. Bijna 8 jaar. Mijn man die werkt bij een veiligheidsregio, dus ik dacht best de puzzel wel goed te kunnen leggen. Maar als je het dan eenmaal bent, dan is het ambt zo veel diverser dan dat je vooraf kunt bevatten. En er komen zoveel meer dingen bij kijken. Ik heb nu nog dagelijks bijna dat er wel dingen komen dat ik denk, oh, ga ik daar ook over? Of ligt dit ook bij de burgemeester? Of doet de burgemeester dit ook? Ja. Dus ja, een burgemeesterschool is er niet. En eigenlijk is dat maar goed ook, want ik vind het juist ook mooi dat iedereen het ambt op zijn eigen manier in kan vullen. Is er nog iemand die u inspireert? Zitten die bij de burgemeesters? Of? Ik heb een oud-burgemeester in Haren gehad, Frans Ronnes. Inmiddels helaas overleden, veel te vroeg gestorven. Maar die heeft mij wel geënthousiasmeerd voor het openbaar bestuur. Okay. En die heeft mij, al toen ik een jaar of 13, 14 was, kwam ik een paspoort aanvragen op het gemeentehuis. Hij was toen bezig met het burgerjaarverslag, wat de burgemeester toen nog moest schrijven. En die vroeg mij toen of hij mij mocht interviewen, zoals u mij nu ook interviewt, maar dan vanuit de rol van burgemeester naar inwoner toe. En ik had meteen een hele goede klik met hem. En ja, hij heeft mij eigenlijk een paar jaar eigenlijk zo begeleid, zodat ik uiteindelijk dus ook in de gemeenteraad terecht kwam in Haren. En ik heb altijd heel goed contact met hem gehouden, ook nu nog steeds met zijn echtgenote. Mm-hmm. Dus ja, hij is voor mij wel een inspiratiebron als we het echt over de burgemeesters hebben. Nou, die 100 dagen die zitten erop. Ja. En wat is er opgevallen in die 100 dagen aan de gemeente Drimmelen? En hoe bedoel je opgevallen? Nou, dat ik dacht van jeetje, dat is leuk of wat gaat dit goed of ik zie daar wel een enorme uitdaging en heb ik ook zin in, dan ga ik mijn tanden inzetten. Nou, die 3 opdrachten die ik gekregen heb, die liggen wel in lijn met wat mijn eigen observaties zijn. Ik ben er echt van overtuigd dat we Drimmelen zichtbaarder in de regio kunnen maken. We doen hier zoveel mooie, bijzondere dingen. Ik bedoel, we zitten hier aan de Biesbos. We hebben het mooiste natuurgebied van Nederland in onze regio. In het mooiste dorp van Brabant zitten we op dit moment. Maar voordat ik geïnstalleerd was, zat ik bij RTL 4. En daar hadden we een aantal tafelgasten. Een aantal die hadden van tevoren even moeten googlen waar Drimmelen eigenlijk ligt. Ja. Weet je, en dan denk ik, dat zou ik zo mooi vinden. Als wij met z'n allen ja, misschien wat trotser kunnen zijn. En meer naar buiten uitstralen van wij zijn Drimmelen en wij hebben iets heel bijzonders te bieden. Ja. Want ik weet, ik voel in alles dat het in de inwoners zit. Ik ga heel veel op pad. En of ik nu in Lage Zwaluwe of in Ter Heide kom, of in welk dorp dan ook, er worden zoveel bijzondere dingen georganiseerd. En ja, dat zou ik leuk en mooi vinden als we dat wat ja, meer uit kunnen gaan stralen met elkaar. Ja, u noemde net uw partner al, die in de veiligheidsregio werkt. Voor hem is het denk ik ook een hele grote verandering geweest om de man te zijn van de burgemeester. Ja, en als ik dat aan hem vraag, dan zegt hij, ja, weet je, jij bent altijd degene van ons tweeën geweest die een beetje meer op de voorgrond stond.
Ik ben natuurlijk ook gemeenteraadslid geweest, fractievoorzitter. Ik ben ook nog voorzitter van een Europees netwerk van kleine gemeentes. Ik ben een echte carnavalsvierder. Ja, dat is weer een merk. Ja, wat dat betreft zegt hij van, nou ja, dat merk ik niet zo. Je bent dat je altijd bezig bent, dat is ook altijd zo geweest. Kijk, voor hem wordt het dadelijk ook anders als we hier echt wonen. Ja. Want nu, als ik hier 's avonds vaak heel laat pas de gemeentegrenzen verlaat en terug naar huis rijd, als ik dan thuis ben, dan ben ik ook gewoon boy. Ja. En ja, dadelijk wonen we hier en dan ben ik ook nog gewoon boy. Maar ja, je hebt wel altijd die publieke functie. Ja. En hij wordt daar ook in herkend. Maar dat vindt hij ook hartstikke leuk. Maar tegelijkertijd heb ik ook bij mijn installatie gezegd van ja, het is wel mijn ambt. Ik word hier burgemeester. Het is niet zo automatisch dat mijn man daar altijd bij is of zo. Want die heeft ook gewoon zijn eigen leven en zijn eigen werk. Maar tegelijkertijd vindt hij het wel heel leuk om af en toe mee te gaan. Ja, snap ik, ja. 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 Want als ik u zo hoor, u noemde het net al, ik ga 's avonds laat, ga ik pas weer naar huis. Ja. Dan zou een mooi antwoord toe kunnen zijn, ja, werk is mijn lust in mijn leven, dan haal ik ook mijn ontspanning uit. Is dat zo of ontspant u ook nog op een andere manier? Nou, gelukkig kan ik ook nog op andere manieren ontspannen. Alleen deze eerste periode, ja, word je wel heel erg opgeslokt door het werken. En dat zit ook in mijn persoon, in mijn karakter. Als ik ergens voor ga, dan ga ik er ook vol voor. Maar het is wel dadelijk ook weer zoeken naar een nieuwe balans. Mm-hmm. Kijk, wij zijn heel erg van het reizen. Ik lees graag een boek. Ik sta graag in de keuken. Dat komt er nu alle drie totaal niet van. Nee. Maar ja, dat komt dadelijk ook alweer. En ja, het is nu ook... Soms kun je niet even op en neer naar huis om thuis te gaan eten of zo. Als ik tot 6 uur in overleg of vergaderingen of een bedrijfsbezoek heb gehad. En om 7 uur staat de volgende weer. Ja, dan kan ik niet even op en neer. Nee. Dus dan maak je lange dagen. Ik wilde tot een afronding komen. Is er nog iets waarvan u zegt, dat had ik nog wel graag willen zeggen? Dat is niet aan bod gekomen. Nou ja, we hebben volgens mij een notendop van alles behandeld. Nou ja, ik wil eigenlijk nogmaals iedereen heel erg bedanken voor het warme welkom. En dat heb ik echt ervaren en dat kan ik echt niet genoeg blijven benadrukken. Het was een heel avontuur om dit aan te gaan, maar zowel binnen het gemeentehuis als buiten het gemeentehuis, zowel in de gemeente als in de regio, ben ik heel erg warm welkom geheten. En ik vind het ook heel leuk dat mensen ook nu nog geregeld berichtjes sturen van, we vinden het leuk dat u er was of me uitnodigen om ergens te komen. Ik doe mijn best om op zoveel mogelijk in te gaan. Dat is voor mij wel echt heel erg belangrijk geweest om Drimmelen nog meer in mijn hart te kunnen sluiten. Via deze weg wil ik iedereen daar nogmaals voor bedanken. Oké, ik dank u heel hartelijk voor het gesprek. Graag en voor uw tijd. En heel veel succes de komende periode. En wie weet spreken we elkaar over een jaar weer. Heel graag, dankjewel.